Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. We staan hier op de Wie is de Beer locatie. Ja, jullie weten natuurlijk al lang allemaal wie de beer is. Maar dit werd opgenomen nog voordat de finale was. Hou je wel! Sorry hoor. We gaan vandaag weer iets heel bijzonders doen. Je zou denken het is clickbait. Nee, het is geen clickbait. Dit keer niet. Ja, doe even shout het naar jezelf, kill. Mensen, we gaan iets heel bijzonders doen. Kom er maar bij! Ik wil niet komen. Ik wil nog niet exposen wie er allemaal zijn vandaag. Want we zijn met heel veel mensen. Namelijk 9 pleinen zijn vandaag. De allereerste. En we staan hier met de beer. Oh nee, toch niet. Oh. We staan hier met de beer. Oh nee, toch niet. Doe eens mee. Oh. Nou, in elk geval. Wat gaan jullie doen, jongens? Jullie mogen het verhaal gaan doen. Helemaal niks. Gaan we het pakken? Bijpakken? Ja, pak het er even bij. Nou, vertel. Wat gaan we doen, jongens? Nou, nou ja, jongens. Hier zitten allemaal mensen die weten dat nog niet. Nee, voor hun. Oh ja, oh ja. Oh. Dit gaat zo fout. Dit gaat zo fout. Gaat fout. Hebben jullie al enig idee wat het is? Nee, ja, ik krijg zeker blauw haar. We zijn geen laks. Nou, we zijn hier vandaag met Stef. Onze cameraman van Wie is de Beer. Exposed, hij was cameraman. Oh shit. Nee, dat is al 10.000 keer in de reacties gezegd. Hij heeft snoep. Kijk, dat is altijd lekker. Dat doen we altijd even zo, weet je wel. Zo. Hop. Zelf nooit mee wat nemen. En dit is Fabian, die kennen jullie nog niet. Kijk, dit is zijn haar. Zijn haar is verneukt, want ja, de kast die deed niet goed. Oh. Dit is Rens. Nou, de eerste afvaller van Wie is de Beer? Oh nee. Oh nee, wel. Oeh, 2 naakte jongens. Nou ga ik zeker filmen. Ik heb direct fucking oude t-shirt mee. Is dat op YouTube? Hè? YouTube shirt. Ja, weet ik veel wat het is. Ik heb het nooit aan in ieder geval. YouTube. YouTube kanaal? YouTube famous. Hoeveel? Kev Wright. Ja, Kev Wright, zoek maar abonneren. Nou, doe Kev Wright, zoek het op nu. Kev, hoe schrijf je dat? Kijk, mensen, zo fix je abonnees. Gewoon Kev Wright. Doe het. Nee, Wright. K-E-V Wright. Rijden in het Engels. Wright. Kun je dat eten? Nou, mij kan je niet eten. Kijk, en zo fix je weer eens 3000 abonnees erbij. Nou, ze hebben er geen zin in. Ik wil niet meer. En dan weten jullie nog steeds niet wat ze gaan. Ja, jullie weten het wel, maar hun weten het nog niet. Oké, wie is hier vrijwilliger? Wie wil Wat? Nee! Jari? Nou, kom er maar bij, Jari. Maar wat gaat er gebeuren, hè? Ja, dat weet ik zelf niet. Wat gaat er gebeuren? Moet ik de tas Hè? De tas maar. Nee. Ja, het is misschien alleen handig als je een ander t-shirt aan doet. Ga jij ook? Wat komt je nu mee? Nou ja, dat was de hele grap van vandaag. Je wordt mee betrokken in het plan. Dus ja, kom maar mee. Ja, kom maar mee. Wat? Ik snap het zelf niet meer. Je denkt helemaal dat ze geprankt worden of zo, weet je wel? Ik snap het zelf niet meer. Hey Tino. Ja. Weet je nog vorig jaar? Wat? Dat je nog een payback zou krijgen? Ja. Die krijg je nog wel een keer. Ja, dat dacht ik al. Nou, wij zeggen maar, wat gaan we doen? Ja, zeg nou, maar. Pak het er even bij. Hartkloppen. Nee! Ja, je gaat blond! Nee. Wat een verrassing! Wat een verrassing! Hoezo gaat hij ineens blond? Hij gaat blond! Nee, jullie gaan met z'n drieën blond. Hoezo? Ja, dat is de afspraak. En wij hebben niet genoeg verf. Ja, dat is dan jammer. We hebben wel genoeg, want jij hebt lange haar en ik heb. Ja, als we nou allemaal een paar plukjes doen. Hè? Ja, dat is goed. Hoezo gaat hij ook ineens mee? Wat? Hij staat ook op, ja. Kijk, je moet! Oké. Okay. Een paar plukjes. Rens in zijn natuurlijke habitat. Stef, wat is jouw opkomende carrière? Hier drinken. Kijk eens even, die jongens zijn goed bezig hoor. Paltje! Ja, dat heb je vaker gedaan. Sorry hoor. Maar ja, ik heb net even iemand eventjes Rens gaan bukken. Ja. Oh. We gaan blond. Oh, nee! Hey, dit kan er ook met je haar gebeuren als je een slechte kapper hebt. Gino gaat eerst, want ik vertrouw hem niet. Nee, Gino heeft mij vorig jaar geprankt. En ik zei hem net al, ik zeg ooit, kom je aan de beurt. Echt waar, dat ga jij nooit meer vergeten. Maar dit is alleen condition, dat deelt er niet bij. Je nee, nog niet. Nee. Jawel. Oké, Paul. Zijn payback komt nog wel, maar we gaan hem met wat stuipen op het lijf jagen. Jij moet gewoon eventjes straks eventjes die omwisselen. Als die kunt zijn. Dat is goed. Doe ik. Niks hoor.
Heb je dat? Ja, heb ik dat. Ja. Oké. Okay. Kom maar, kom. Nee, ik vertrouw jij niet. Ik doe helemaal niks. We hebben het al eerst, hè? Hallo jongetjes en meisjes. Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent. Hallo. Ben je voor het eerst hier of ben je al bekend? Dit is zo 2018. Oh, wacht. Ben je klaar voor? Nee. Als je nou eerst naar beneden kijkt, dan kan je eerst de afstand. Zit er al iets in? Ja. Ja. Er zit er heel veel in al. Hé, rustig man. Deze tijd wordt al. Die kop van Gino, jongen, die kop van Gino. Gino. Er moet wel meer in. Er moet wel meer in. Oké, ja, ik ben gewoon. Ah. Niet mijn wenkbrauwen! Jawel. Doe ze wenkbrauwen mee. Er moet veel meer in. Er moet veel meer in, ik hoop het. Nee. Hij is bang. Wanneer moet je weer werken? Morgen. Nee, maandag. Oh, sorry. Prik. Ja, moet je stilzitten. Prik het serieus? Ja, het is chemisch. Ik ga niet meer. Ik doe het niet meer. Oh, ik stop ermee. Oh, hoe kun jij ook weglopen? Dat... Ik doe het niet meer. Ik krijg een kraan over. Hoi. Hoi. Laat mij even vast leggen. Kijk, dat is mijn man. Het wordt wel lekker blauw. Ja, dat is heel kut. Het wordt wel lekker blauw. Uitend. Moet ik de achterling doen, hè? Blauw. Dat is heel kut. Dat is diep. Oh, lekker dingen, haartjes. Doet echt pijn. Oh, sorry hoor. Nee! Ja, daar heb je de rest hoor! Ik word, gewoon veel ik word gewoon vol geskipt, weet je. Oh my fucking god, wat heb jij? Oh, heb je zo. Wat de fuck heb jij aan? Hij is verwisseld. Hè? Is hij verwisseld? Rowan! Weet je hoeveel mensen jou verdachten voor de beer? Ah. Ja, zoiets. Jolie! Hey! Wat een mooi geel vapdoekje. Ja, leuk hè? Doekje! Yay! Hey! Hey! Ik heb jou een maand niet gezien! Een maand! Ja. Jullie hebben elkaar een dag niet gezien! Ja, zo. Oh, jullie hebben een relatie trouwens? Of nee, toch niet? Ja. Nou, bij Gino zit het erin. De grap bij Gino. Prik. Ja, de grap komt straks. Nee, maar oké, nu wordt het bij Paul gedaan. Het zal met jou zijn. Oh my god, Paul, daar gaat ze. Besef, ik ben, als wij die klasdingen hebben, ben ik blond. Jammer voor je. Ja, het is al weg. Vorig jaar ging hij blond en dan zijn we blond. Ja. Scheelt maar 3 dagen. 6, 4. Ik heb payback van Kevin is ik gewoon. Hey, doe alvast even het plukje. Hey, doe alvast even een plukje bij Yari erin. Ik wil ook. Ja, iets dikker. Ja, iets dikker, want het moet wel een beetje. Wat al met het prik? Jongen, dat is toch later dat gaat prikken. Oh my god. Oh, ik denk dat dit. Ja, gedaan. Jullie gaan jezelf. Deze vlog komt pas over een maand online, hè? Jullie gaan jezelf terugzien en jullie gaan echt denken van. Wat deed ik een maand geleden? Was dat toen in? Rowan, heb je het huis gesloopt? Ja. De stof kwam van de muur af, hè? Jullie? Vertel even dat verhaal, dat is leuk. Nou. Voor in de vlog. Rowan komt in die stampen te vloeren van de trap aflopen. Heel het huis schudden gewoon, weet je wel. Zegt hij, pap! Zet hem binnen! Wacht, ze doet gewoon rustig. Nou, ondertussen een kwartiertje verder. Gino, wat is met jou gebeurd? Gino, dit kan echt niet. Nou mensen, het plan is dus als volgt. Het is niet helemaal gegaan zoals we hadden gehoopt volgens mij. Dit is blond, zo hoort het te zijn. Hij is ook gegaan. Maar, moet je zeggen, bij jou is het blonder. Ik hoef geen oranje. Nee, dat is beter. En dus we gaan zo meteen nog iemand meeten, want de groep wordt steeds groter.
We zijn hier vandaag ook met... Hallo! Remco! Remco! En Remco die gaat vandaag een beetje filmen. En met... Isolde. Nou, we gaan gek doen vandaag. Zoals jullie zien, we zijn nog gek bezig. Straks gaan we energy ik drinken. Ik heb bier. Bier? Wat is vanavond? Wat? Ben ik blond? Wat? Oh my god. Moet je kijken, dat kan toch niet? Ja, jij joh. Dit jou dan. Nee, jou is erg. Oh, dit is erg. Nee, maar jou. Nee. Ja. Dit is erg. Nee. Ja. Dit is echt heel erg. Maar het staat jou best schattig eigenlijk. Nee. Maar nooit! Is... Kijk, ja, kijk! Kijk, oh, nee! What the Dani! Ik seks! Nou, daar is de volgende! Even vloggen ja. Met Dani! Oh, wacht even! Ja, daar is die! Hey! Nee, waarom ging ik blond? Dat is niet blond! Nou, de hele wie is de beer ding geval is half bij elkaar. Hoi! Oké, dit is een behind the scenes vlog. Ja. Oh, nou is het zeg maar een dubbel behind the scenes vlog. Ja. Vlogception. Dit veroorzaakt een tijdscontinuum. Oké, mensen, we gaan naar de ingang. Het plan vandaag was dus met 15 man ongeveer lopen. Nou, we lopen er nou letterlijk met 2, 4, 6, 8, 9. Er komt een 10 erbij. En de andere helft van de groep die wilde niet mee of zo, dus die zijn iets anders aan het doen. Die gaan we ophalen. Giorgio. En Giorgio is, die hebben we gezien in Bobby Aland. 13 jaar! Volgens mij is hij nog echt 13 ook. Ik ga het zelfs even aan hem vragen. Giorgio. Dus die kennen jullie nog van de Bobby Aland vlog. Die gaat gezellig ook vandaag mee. En wat ik net uitlegde, dat is dus Remco en die gaat een soort van documentaire-achtig iets maken van ons. Wat is het? Toch, Stef? Kun je het eten, documentaire? Ja, jij wel. Nou ja, documentaire, kijk, dat zijn hele dure woorden voor jou natuurlijk, hè, Stef? Nee, vanavond niet meer. Nou ja, vanavond, jullie kennen het allemaal wel, 9 pleiners zijn, s'avonds, hè, super lekker. Kun je het ook eten? En dat ga ik dus niet vloggen voor jullie, maar ik neem jullie dus wel weer eventjes mee in de Efteling. Want het is een hele lange tijd geleden dat ik heb gevlogd voor jullie in de Efteling. Jullie wilden heel graag weer Efteling vlogs. Jullie hebben allemaal natuurlijk, als het goed is, Wie is de Beer allemaal gekeken. Nou, ik hoop dat jullie ervan genoten hebben, zou ik zeggen. Hier was de ontmoeting met de beer. Weet je dat nog, Stef? Het was een goede oude tijd, hè? Ja, een goede oude tijd. Nee, maar dat. Dus we zijn weer eventjes terug met een Efteling-vlogje. En zoals jullie weten, ik ben heel veel aan het vloggen. Want er staan heel veel leuke dingen op de planning. Toch, Stef? Ja! Ja, wat gaan we nou morgen doen dan? Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag je wel zeggen. Wat? Een goed kapje, toch? Ja, grijs kapje dan. Ja, zou ik zeggen? Ja, vertel het. Twee. Oh. Nou, Stef, wat gaan we morgen doen? We gaan naar Toverland toe. Yay! Yes. Nee, maar in elk geval, wij gaan dus morgen als pers naar de opening van Phoenix toe. Die vlog hebben jullie als het goed is al gezien. Omdat, ja, het nogal bijzonder is, toch? Een nieuwe attractie. Ja, toch? Ja. Niet van? Oké. Okay. Zeker wel. Nou, rood kapje staat er ook nog steeds. Er wordt nog steeds niet voor de open gedaan. Nee. Echt, ik vind het zo lullig voor de... Ik heb een hartaanval gekregen. Ja, die ondertussen is hij dood. Dadelijk is hij dood. Kan mij dat verrotten? Zie je bij mij goed? Nou, het is wel lachen, hé. Zal ik je eens wat vertellen, Jari? Ik verzon gewoon ter plekke wat. Dus je hoeft er niet per se blond, maar ach, het is wel leuk toch? Het is gelukkig. En no joke, het staat je wel. Dit is toch oranje? Ja, maar nee, de hele combinatie staat je wel. Ik zweer, als je in de spiegel wilt kijken... Nee, als het jou is, dan moet je het. Ja, oké, okay, dan heb je het jou mee. Nee, maar bij jammer. De kruidvat? Ja, ga het jou halen. Gewoon van die goedkope skeren gel. Dat is echt wel heel... Ja, matte... Je hebt, kennen jullie die gel van de... Kijk, van de dingen? Ja, oh, mijn haar tutorial, mensen. Mijn haar. Mijn haar. Nee, het ziet er toch best goed uit, mijn haar nu. Laat even in de reacties weten. Ondertussen is het er alweer half uitgegroeid. Wat vinden jullie van mijn haar? Dat is toch veel beter zo, met die blonde plukken? Het zou een blonde plukken moeten zijn. Ondertussen is het heel erg blond geworden door de zon natuurlijk, want het is zomer, zon. Ja. Ik moet trouwens wennen, want ik ben natuurlijk weer in Nederland. En toen ik in Engeland was, toen ja, was het natuurlijk heel random gewoon Nederlands praten. En haat kinderen. Maar even over de nieuwe jas. Dat was nogal awkward. Oh, wacht, ik ben wel oud niet. Om te vloggen in je eigen taal in een ander land. Oh nee. Ja, snap je hem nog? Ik niet meer.
Maar goed, we zijn nog steeds niet bij de ingang. Jongens, ik gooi in de water. Hè. We lopen lekker door. Ja, we lopen lekker door. Ik had Jordje wat ik beloofd, een kwartiertje. Ik denk dat we een half uur verder zijn. Die arme jongen. Maar goed. Als ze komen ijs brengen. Oh, lekker. Stef, ik ben nu aan. Doe mij maar die hele ijskar. Nou, blijkbaar niet. Oké. Okay. Ze hebben er geen zin in. Ik in elk geval wel, want ik heb zin in ijs. En ik heb zin in eten, want ik heb nog helemaal niet gegeten. En daarom gaan we nu naar de kruidvat om dingen te halen. En we gaan verf te halen en om eten te halen. Want anders gaan we dood. En Tjel voor zijn haar. Ik heb ook niet eens drinken bij je. Nou, dat. Heel wat jammer voor je. Kijk hier. Kijk, de hele tijd was Jari... de kleinste. En nu ineens, als je Dani ernaast zet, dan is Jari gewoon groot. Ja. Hoe dan? Ja, ik heb de verkeerde schoenen aan, hè. Ja, oh ja. Geef je schoenen maar weer de schuld. Weet je wat ik ga doen dadelijk? Ik pak die schoenen en ik pleur ze in het lel. Weet je wat ik ga doen dadelijk? Ik pak die schoenen en ik god in het lel. Plas je helemaal pleur jou in het lel. En ook ga ik die schoenen. Ah! Goed, jongen. Je gaat ze Laplace bouwen. Als deze vlog online staat, is hij al open, maar dat maakt niet uit. Kijk, hier, daar heb je het. Weet je, ik ga zo zwemmen, weet je waar? In het kan niet meer. Want ik kan niet meer. Zo, daar heb je gelijk een camera in je nek. Hier hebben we Giorgio. Nou, die kennen we allemaal nog van? Van Bobby Aland. Bobby Aland. Was leuk, hè, toen? Ja. Toen was Gino, nou ja, had een biertje gedronken. Ja. Dat moet jij zeggen op jouw manier. Ja? Zeg het even op jouw manier. Een biertje gedaan. Nee, van de bioscoop, weet je nog? Hè? In de bioscoop. Ik heb maar één op. Hoe zei ik het ook alweer? Ja, ik heb één biertje gedronken. Ik heb een biertje gedronken. Nou, nee. Ondertussen zijn we nu bij de... Hou je bek! Ondertussen zijn we nu bij Kruidvat geweest. We staan letterlijk naast de Kruidvat. En nou, Jari die is toch maar besloten om helemaal blond te gaan. En daar staan onze grote vrienden, Gino en Paul. En die zijn ook al flink in de verf, maar ze zijn nog niet klaar. En ik ga het ook. En Giorgio... Gaat dood voor die gegevens. Gaat ook. Doe het. Zeg maar zo'n dit ongeveer, toch? Ja, zoiets, ja. Geschikt ervan. Maar tot waar ongeveer wil je het hebben? Ja, maar alleen de voorkant dan. Gewoon de lok, dus gewoon dit. Ja, zoiets. Heeft iemand verf? Nee. Oh, hij zelf. Hallo. Zal ik het doen? Ja, doe maar. Ja, het zit er al in. Mijn moeder wordt echt gek. Oh, het zit ook in zijn wenkbrauw. Ja, serieus. Kijk, dat was er wel. Nee, echt niet. Oh, juist ook, hoor. Onderin is het echt gewoon... Dat is een grap. Oh, nu zit ik even mijn wenkbrauw op. Weet je hoe hand mee was? Giorgio! Ja, nee, zo is die onderin ook een beetje. Dat is wel vet. Ja. Oké, hou even vast, Dani. Nu toe brandt het nog niet. Waarom hou je je Stone Island ding aan? Niet zo dichtbij, hoor. Het is ook serieus uitdoen, want dat is echt heel veel... Ja, maar ik kan het nu wel uitdoen, maar dan trek ik het over mijn naam. Ja, dat is ook niet zo. Ja, Stone Island is echt duur, hoor. Ja, nee, echt. Deze viel wel. Goedemiddag, mevrouw. Hallo. Wilt u ook een kleurtje? Gezellig, hoor. Wilt u ook een kleurtje, mevrouw? Ik heb al drie kleurtjes, jongen. En dat ga ik vanzelf. Nee, de regen mogen dadelijk, joh. Het is niet zo heel heftig. Moet er meer in, denk je? Of denk wie dacht van... ook alweer dat dit zoiets? Ja, moet ik even intrekken. Zo goed of meer? Zo goed. Even een beetje aan de kruin valt. En ja, nu even hier zeg maar een beetje uitsmeren dat het een overgang wordt. Hey Dani, jij moet ook wel, hè? Dat is mooi, ja. Dat is niet niks, hè? Nee, dat is niet niks. Nee, moeder wordt echt gek. Dat wordt wel een beetje... Dani, oh, Dani, hoor! Dani! Nee, als je het nu uit kan met die handdoek, dan is er niks aan de hand. Moet intrekken. Maar, nee, maar niet met die handdoek. Die moet ik daar gebruiken om mijn haar in schoon te maken. Ik ga het even verder met die pijn. Laat eens zien, draait schijfjes om. Ik zou het toch niet erg vinden. Oh, shit. Ik kijk net zonder het hier bovenop omhoog. En hier onderin is het echt helemaal wit. Hier onderin is het gewoon wit. Ja, dit vind ik zo raar. Voor jou is het nou. Ja, het zit er niet zo heel heftig in. Gast, het zit in je wenkbrauwen, hè? Ja, doe maar nog een beetje heftiger. Een klein beetje meer, ja? Alleen voren. Waar ben ik aan begonnen? Dit is zo leuk om te doen. Vorige keer heb ik het al gedaan bij Lars. Hebben jullie ook kunnen zien. Lars ging eerst blond en daarna ging hij blauw. Dus jullie gaan straks ook nog blauw, jongens. Nee, grapje. Gezellig. Ja, en dit is eigenlijk meer een soort van blond gaan 2.0 video geworden. Maar je doet wel pijn aan je. Ik heb net Moonstein Energy op, dus ik denk dat ik straks heel erg druk ga worden. Of je bent er nu te veel suiker! En vanavond ga ik aan de vodka! Oh, sorry hoor. Ik heb echt die kuit. Jij bent echt zo erg blond bovenop, nou. Oh, twee gemiddelde. Sorry voor de ouders van dit kind.
Ja, ik betaal wel 4 bukkers voor. Zijn Stef. Kom allemaal vooruit, mijn PSN-naam is Renan Den. 380 Abba jij. 2 wins. Ja, maar ik ben op blond, hè. 380 wins. Kevin, ik ben op blond, hè. Ja, ja, oké, maar het kan nog handig worden. Ja, ja. Eén plukje. Zullen we gaan bedanken? Zeker? Iedereen gaat blond. Wie jij? Oh, dit. Oh, Danny gaat. Echt waar? Hey, iedereen gaat blond. Gino, we zijn trendsetters. Hey. We zijn trendsetters hier ook. Ja, toch? Ja, ik wou alleen die bos pluk, toch? Ja. Oh! Hier achterkant, dit plukje precies. Nee, laat dat. Ik word sowieso nog. Ik krijg sowieso opscheertje. Dus. Vandaag, oh ja, lekker. Ja, dat is lekker. Wat is daar die heen? Daar is hem geplukt. Die is precies. Ja, zo is hij goed, zo laat. Oh! Heb je nu achterkant gezien? Nee. Echt niet? Nee. Voor dit. Oh, Dani, ik heb het beter gewoon helemaal niet. Dat is zomaar. A few inches later. Nou mensen, we zijn. We gaan even professioneel doen. We laten het uitspoelen bij een kapper. Dus jongens, daar gaan jullie. Kijk, dat is Giorgio's plukje. Zijn lok. En Bas' lok. Hoi. Hoi, jij bent echt al blond. Ben ik ook blond? Waar joh. Nee. Oh, je bent kijk aan de zijkant. Ja, zijkant meer. Kijk zo wat voor het raam staan. Maar het is echt dezelfde kleur gewoon bij jullie allebei nou. Het valt nog mee dat het zo gelijkmatig blond is. Dat jullie knallen. Ik ga maar nog mee naar je werk, hè. Dan gaan we samen. Ik ga je afzetten. Bij hem is echt blond. Ja, bij hem is echt blond. Maar hij was sowieso al best wel blond. En nu doet hij het nog blonder. Ja. Bij mij valt niet eens op. Ja, klopt. Nee, jij hebt juist dan een beetje te zeggen. Oh ja, jij gaat vanavond naar Toverland, ja. Ik moet daar bussen. Oh jee. Ik heb mijn haren altijd zo omhoog zitten en dan loopt hier zo'n lijn door. En dat is nu allemaal blond. Ja, dus ik denk oprecht dat het bij jou echt wel staat hoor. Ja, op zich wel denk ik. Maar als ik alles blond deed, zag het echt niet uit. Als het staat, ga je nee? vaker blond. Dan ja, nee, ik weet het niet. Misschien wel. Je weet het nooit. Vlog het. Ik ga vloggen. Je gelijk 1000 abonnees, weet je al. Ja. Ik ga ook even vloggen. Oh mijn god. Dit is niet een goede reactie, hè? Je moet mij gerust hebben. Je bent een nieuwe Paul. Wordt dat nog blonder, zeg maar? Je weet wel dat dit gewoon niet altijd goed uitpakt, hè, als je het blond maakt. Nou, daar ga je, Jari. Geen jeuk meer. De volgende. Jeukt het zo erg? Ja. Hebben jullie er wel eens vaker meegemaakt dat de mensen zomaar random binnenkomen? Nee. En Maar de meesten gaan ook gewoon normaal naar de Efteling toe. In plaats van naar de kruid van de Moulin. Hoe lang duurt het eigenlijk? Nou, het groeit gemiddeld een maand. Per maand. Centimeter per maand. Dus ongeveer een half jaar, zoiets. Ja, een half jaar. Van mondering gekocht, hebben ze er net ingedaan. Worden gefilmd voor YouTube. Dat is bij jou mooi geworden, hoor, Jari. Ja? Ja, waarschijnlijk was je al heel erg blond, toch niet? Nou, ik was meer een beetje donkerblond. Ja, daarom. Dat scheelt al veel. Maar dan wel even Gio, ben je een beetje goed zo? Ja. Vind je het erg? Ja. Ja, het voelt ook een stuk droger, hè? Ja. Ja, maar ja. Het wordt nog wel een stuk blonder, denk ik, als je veel in de zon gaat lopen en zo. Ja, ik hoop het. Morgen vroeg heeft hij spijt. Wat heb ik gedaan? Nou, ik denk dat hij morgen met de kater wakker wordt. Wat? Dan is hij waarschijnlijk zo van: had ik dat gedaan? Ja. Weet je wel? Oh ja. Je bent gelijk half kaal geworden. Je hebt het op straat gewoon erin gedaan. Ja, daar zo bij de kruidvat. Een steegje en ik ben een keer pas aan. Ja, dat is raar. Bij jou is het meer licht. Oh, ik vind bij jou wel gaaf eigenlijk. Staat er bij mij wel? Ja, dat staat echt goed. Je ouders gaan boos zijn. Nee joh, dat staat goed. Mijn ouders die... Ik heb wel gel bij. Zullen meer... heel... niet echt boos, maar gewoon heel verbaasd reageren. Ja. Want mijn moeder zei zo gewoon meteen zo van, je bent echt gek. Maar dat je het echt hebt gedaan. Ja. Zo. Zei ze gewoon van, je bent gek. Dank je. Alsjeblieft. Oh. Zo mensen, zo begin je een dag Efteling met, laten we zeggen, 15 mensen. En nou zijn we nog maar met z'n drieën. Iedereen die loopt een beetje verspreid, wat ik al verwachtte, dat had ik al gezegd. Omdat iedereen
die gaat een beetje zijn eigen ding doen, weet je wel. Ja, hè? Het is Efteling, het is chaos. Maar het is trouwens wel goed gelukt. Kom er eens bij, Arie. Kijk eens eventjes. Lekker blond geworden. Lekker. Ben je er blij mee? Wow. Ja, ik zie het niet echt. Volgens mij echt. Zo. Ook zo lekker Rotterdams, hè, Arie? Rotterdam. Lekker Rotterdams. Nou, in elk geval... Ja, we zijn dus nu weer terug in de Efteling. We hadden een beetje gezeik in de Gal en Gal. We gaan nooit wat kopen bij Gal en Gal. Want we wilden dus wat kopen bij de Gal en Gal. Wat drinken. Nou, alcohol, zeg maar. En omdat wij dus met een groepje waren, die dus zeg maar ook minder als 18 zijn. En we stonden buiten. En ze stonden buiten de winkel, kregen we het niet mee. Heel gedoe gehad. Gal en Gal hoofdkantoor gebeld. Ja, weet ik veel, allemaal gebeld en officiële klachten heb ik eruit gestuurd. Want dat vind ik gewoon niet normaal. Ik denk, als je daar met 3 man binnen staat die 18 plus zijn en je koopt gewoon wat. Hè? Je showt netjes je idee van ik ben 18 plus, bla bla. Ja, maar je was net met een groepje. Ja, maar als jij naar een Gal en Gal gaat en je bent met je zoon of dochter, dan krijg je het toch ook gewoon mee. Dus we hadden een beetje een gedoe daar. Dat hebben we een beetje gedaan, een beetje eten en drinken gekocht. Dus dat hebben we een beetje buiten de Efteling gedaan. Ondertussen is het al wel 4 uur of zo. Ja, 4 uur. Dus het Negenpleinenfestijn begint over ja, een 2 uur. Ja, dat zegt hij al. Ik denk dat de lucht de mensen dan moeten filmen. Ja. Nee, maar in elk geval, ja, het is echt heel bijzonder geweest. Want eigenlijk zouden dus Gino en Paul samen blond gaan. Zijn ze ook gegaan. Alleen het leukste is, hun zijn de 2 minst blond geworden uiteindelijk. Ja, jullie zullen ze straks misschien nog wel zien in de vlog. Het is gewoon oranje. Zijn gewoon buitenland, hij is een haarkleur geworden. Ja, dat is gewoon, ja. Gewoon dat pakt niet veel uit. Ja, want bij ja, zoals jullie kunnen zien, Jari die is lekker blond, maar het staat je goed. Dus hij is gewoon Nederlander, hij is gewoon normaal. Hij is gewoon normaal. Hey, in eentje. Oh, lekker eten van hem. Ja, maar ja, kijk, weet je, mijn haar is natuurlijk ook een beetje, ja. Het zijn plukjes en ik heb natuurlijk 2 keer plukjes laten zetten. En nee, uiteindelijk is dit een beetje het geval geworden. Ik laat het nu gewoon weer eventjes uitgroeien. Volgende keer kappen laat ik het bijknippen. En de keer daarna doe ik gewoon weer puntjes. Puntjes. Ja, want ik vind het wel leuk. Blond staat mij wel, vind ik. Maar goed. Dan zou je denken van Kevin, waarom heb je nog niet zoveel gedaan? Nou ja, we hebben alleen Joris en de Draak gedaan vandaag. Ja, maar daarna zijn we ook eigenlijk gewoon naar buiten gegaan. Ja, klopt. Maar weet je wat het is? Langer dan verwacht. Het is druk. Ja. En ik moet je zeggen, ik vind het ook drukker als verwacht. Want ja, normaal gesproken... Ja, er zijn heel veel schoolreizen. Het is vandaag vrijdag. Het is de eerste 9 pleinenfestijn. Normaal gesproken is dat mega rustig. En vandaag is het dus best wel druk. Dus het is een beetje raar. Maar het kan zijn dat straks rond een uurtje of... Ja, die gaan allemaal weer op tijd weg. Dus dan zal het misschien weer wat rustiger worden. Laten we het hopen. Voor nu, in elk geval, wat gaan we doen? Stef, jij wil eten weer, hè? Ja, ik ben honger. Weet je moet voor de gein eens een keer de vlogs terugkijken waar jij in zit. Het gaat alleen maar over eten. Bijna weekend, jongens. Dan ga ik even volhouden. Bijna weekend, zegt ze. Nou, ik heb hem ook voor 4 dagen vrij. Ja, hier is vanavond natuurlijk... hey Marloes, voor met je onder de... Maar dan in Duits. Toch? Nee. Oh. Nee. Kun je een beetje dansen, Jari? Ja, perfect. Ga je weg. Kijk, ze hebben ook al hout neergelegd. Oftewel, ze gaan straks een heleboel in de fik steken. Echt zin in. Nou, wij gaan lekker eten. En dan zie ik jullie nooit meer. Doei!